Dichterbij dan ooit. Ik begin toch even bij Tim, want ja, die heb ik hier nog niet eerder gezien. Wat gaat hier nou allemaal gebeuren precies? Nou, het is zo, de Barremerken is natuurlijk, het pand is door Beaumont gekocht. En het wordt één grote ruimte aan de markt verbonden, dus één groot pand. En waarin het achterste gedeelte van de zaak wordt extra winkelruimte. En in het voorste gedeelte komt horeca. En ja, die mag ik gaan exporteren. Ja, want nou ja, ik ken jou vooral van de vriendschap eigenlijk. Ja. Maar jij hebt natuurlijk al een langer verleden in de horeca. Ja. Vorig jaar, of het begin van de coronacrisis, was je ook nog bezorger voor allerlei ondernemers. Maar jij wordt hier de bedrijfsleider, of hoe moet ik het zien? Nou, het wordt wel mijn eigen exploitatie, dus mijn eigen zaak. Maar het pand is en blijft van Beaumont, maar ik huur daar eigenlijk ruimte in. Oké, okay. Ja. Nou, dat is wel spannend. Dus we zullen wel veel samenwerken natuurlijk met Beaumont. Dus dat zal ook met acties zijn. Hè? Dat mensen natuurlijk leuk als ze daar wat kopen. Dat ze dan hier weer een kopje koffie kunnen drinken. Maar het wordt ook een op zichzelf staande horeca, dus ook voor iedereen buitenaf is natuurlijk van harte welkom. Ja, en het is, want ik aanvankelijk dacht ik dat het alleen een soort koffiecorner van naar de kledingzaak, en daar ben jij de vertegenwoordiger van, de bedrijfsleider zelf. Assistent-bedrijfsleider. Ja, en ik was hier natuurlijk vorige keer al, hoe gaan jullie de crisis door? Nou, inmiddels zijn jullie volop bezig hier. Ja, we hebben het tussen de bedrijven door. Ja, maar het is dus meer dan een koffiehoek, want jullie kopen niet alleen koffie, toch? Nee, dat is... We gaan echt volwaardige horeca doen, dus dat zal ochtends misschien met een ontbijt beginnen, lunch, een borrel. Natuurlijk ook straks het terras, een stuk of 50 plekken erbij. En het is een hartstikke lekker stuk in de zon straks, dus ook een borrel. Wel een dagzaak, maar kijk, donderdagavond kan ik me ook voorstellen dat we toch een avondje wel diner gaan draaien. Ja, ja. Twee jongens die hier komen werken. Niet onbekend in de horeca, die vinden het ook hartstikke leuk om wel een keer s'avonds nog wat te draaien. Ja, ja. Nou, dat is super interessant. Dat vinden wij ook alleen maar fijn natuurlijk. Ja, en dat is ook goed voor het plein. Hè. Dus het is, ja, ik ben heel blij mee met de ontwikkelingen te Vliegen Hollander, de buurman Koen Funk. Echt een bruin café wordt dat? Ja. Speciaal bier? Ja, hoe meer horeca, hoe beter. Dat versterkt elkaar, denk ik, alleen maar. En het plein moet hier echt gaan leven. Nou ja, dat is echt superleuk. En wanneer hoop je open te gaan? Is natuurlijk sowieso die coronamaatregelen nog even afwachten. Maar wat is het streefdatum? Want eerst hadden we 1 april, maar dat is toch wel krap zoals je ziet. Dus gaan we nu naar 1 mei. En dan afgezien van de corona. Ik denk dat de winkel misschien eerder open zal gaan. Ja, ja, ja. En zullen we heel even naar de voorkant lopen? Dan kan je daar misschien nog wat meer vertellen. Wij moesten de vetput van de Turkije. Ja. Tim, dit is echt het oude voordeel van Barremerken. Ja, die term zal er toch nog wel een beetje in blijven hangen. Het is natuurlijk toch 40 jaar dat café geweest. En Kees blijft er boven, hè? Ja, precies. Die woont hier nog steeds. Ja, dus, maar ja, hij krijgt hier toch nog horeca onder zich. Ja. Maar ik zie al bijvoorbeeld wel dat jullie daar een soort betonnen oplopen. Dus dat is ook voor mensen die met een rolstoel erin willen, denk ik. Ja, daarnaast rechts inderdaad de hellingbaan voor de rolstoel onder andere. Maar je moet zo zien waar de verhoging begint. Vanaf daar begint ook de winkelruimte. Oh zo, ja, ja, ja. De laatste wand hier te staan, dus daar komen leuk nog corrigeer me als ik het niet zeg. Maar alle tafeltjes te staan, dan eigenlijk dat achterste gedeelte met die rechterhoek, dat wordt helemaal nog bij de damesafdeling gevoerd. Dus jullie krijgen echt serieus ook meer ruimte? Bijna nog een halve winkel erbij. Ja, en dan heb je ook weer extra medewerkers nodig, of niet? Ja, tegen die tijd wel, maar zover is dat nog niet. Is nog niet, dus... En die boog blijft erin, Tim, of niet? Ja, dat... Dat is natuurlijk ook een klassieker. Ik vond dat toch een mooi karakteristiek bij het pand worden en die laten ze erin. Ja. Maar ik denk dat je de serre bijvoorbeeld, daar stond ik altijd te roken daar in de hoek. Ja, ja. Maar ik kan me voorstellen dat je die niet laat zitten, of weet je dat nog niet? Nou, uiteindelijk was dit natuurlijk een afgesloten gedeelte. Hè, want voor de rokers inderdaad hebben we gezegd, we willen dit stuk er wel uit doen, zodat het een wat open geheel wordt. Ja. Serre laten we wel staan, alleen daar zal allemaal dubbel glas in komen. Ja, precies. Dus dat
En ook zowel de dak ook allemaal dubbel glas. Ja, dus in die zin blijft het toch aan de buitenkant blijft het dus eigenlijk wel dezelfde herkenbaarheid een beetje houden, maar gewoon van binnen helemaal anders. Ja, klopt. Ja, ja, hier zou je dan, hier komt de keuken en de bar. Vrij kleine ruimte, dus we gaan moeten effectief werken. En dan heb je eigenlijk hier links, straks heb je nog de afwas. Ja, want ik zit nu te kijken, was dit, die ruimte die we hier nu zien, want de bar liep ons, wat hier liep, daar zat natuurlijk die inham. Maar zit hier nou nog die keuken achter, of is dat deze nu? Nou, dat is een grap, die keuken, daar zijn nu de toiletten. Dus de keuken van Bar & Merken zijn nu toiletten en dat is eigenlijk... Ja, maar dan stond hier zo'n hele grote koelcel achter de, zeg maar, achter de bar, er zat een muurtje tussen, maar die muur is weg. Of is dat daar die muur waar ik daar naar kijk? Dat is, dat is de poort. Ja, dat is ook meteen de poort. Ja, dan is dat ook de andere ingang ook. Ja, maf dat je dat van zo snel niet meer... Ja. Dus hier was de keuken die jij bedoelde, denk ik. Dat kleine keukentje, ja. Ja, hier was de DJ-ruimte, denk ik. Ja, dat was hier net achter. Oké, dat is eigenlijk ook nog een soort wat grotere keuken, hè? Ja, precies. En dat wordt nu de toiletgroep. Ja. Ja, en hier de gang. Ja, nu zie ik het weer. Je houdt het ook nog een beetje spannend, hè? Want je hebt nu wel een Instagram-account, Nieuw in Middelburg. Maar de naam ga je nog bekendmaken. En wie er allemaal komen werken en de details, daar kom ik graag even terug. Ja, dat zullen heel graag nog een keer hier zien. En dan kunnen we ook de jongens uit de keuken. Ja, vind ik superleuk. Dus, en de naam bekendmaken. Maar nogmaals, wat was het streefdatum 1 april? Wat wordt die nu? We gaan nu wel voor 1 mei. Ja. Afgezien van corona. Net voor de zomer. Ja, en desnoods gaan we er gewoon al met takeaway beginnen. Maar we willen wel wat doen. Precies. Een beetje bekendmaken, zeg maar. Nou, ik wens je veel succes met de aanvulling. En ook alvast als ondernemer. Maar we spreken elkaar nog. Dankjewel. Dankjewel.